Jean-Luc Van den Broeke. Nou. Mijn dromen, hun eerste en enige vonken van nationalisme. De renner Fred de Bruyne, in mijn jeugdjaar groter dan het leven. Hij reed voor Carpano. Nooit heb ik geweten waar dat voor stond. Maar die lettertjes op zijn borst dansten me toe, als kwamen ze uit de hemel gevallen, goud bestikt. Ik wilde ook een Carpano zijn, veel kamer gevuld. In zijn stem hoorde ik de renners kraken en rochelen en soms hopen en bidden. Hoe trots hij ook was over een exploot van Merckx, de commentator bleef in zijn jubelzang bidden de verbeelding van de armen die de keuze hebben tussen eerlijk zijn en vernederd worden. Fred de Bruyne langs de weg in Saillant. Nog steeds zie je dat hij renner is geweest. Zesde manneke! We hadden er een beetje op gerekend. Hij zou er zijn bij kilometer 92 in zijn eigen Saillant. En hij was er ook. Fred de Bruyne, al enkele jaren provinciaal. Ik stel het enorm op prijs dat ik hier veel mensen zie waar ik jaren in de Tour heb meegeleefd. Bijvoorbeeld, het is nou ook een... Ik moet dan zoeken, een verjaardag. Het is 40 jaar geleden dat ik mijn eerste Tour gedaan heb. En ik heb er dus 35 gedaan. En dan ben je nog altijd van die ouderen, jongeren. Die moet je leren kennen, want ik ben er een paar jaar uit. Maar die lopen nog veel ouderen rond. En dan is het... Ik ben aan mekaar zijn armen vol. Ah, vieux. Salami. Sorry, die vieux komt. Raymond. Salami. Heb je? Goed, la muziek. Ik beleef de Tour zoals ze gereden wordt. Maar ik heb geen behoefte meer om in het peloton te zitten. Heeft die Tour nog de allures van wat hij vroeger had? Ja, naar mijn gevoel is er heel veel veranderd. Hè? Maar ik wil niet de oude zeiker gaan spelen, want in onze tijd was het dit en dat. Het zijn andere tijden. Als ik nu naar die renners kijk, het eerste wat me opvalt, dat zijn zonnebrillen. Zonnebrillen waar ze enorm respect voor hebben, want dat moet toch ergens zichtbaar op tv komen. Dat zijn dingen die vroeger dus allemaal niet bestonden. Hun manier van rijden, ze rijden vlugger, maar ze zijn overgematerialiseerd met hun computerkus. En ik heb onlangs een heel mooi bericht gelezen, ik heb dat ooit voorspeld. Er was een renner die verklaarde, ik zou wel mee zijn geweest, maar ik keek op mijn computer en mijn hartslag was iets te hoog. Zeg, op een dag gaan we komen met een uitleg, komende van een of andere vorm van computer. Dus daar zijn we aan toe. Fred in de Provence, leven met de zon, een glas rosé en met muziek van de krekels. De wielerfanaat van Berlare is op zijn 63ste levensfilosoof geworden. Men wordt het hier. Ik kan u gerust zeggen, hier lopen mensen rond vandaag. Als je ermee aan tafel gaat zitten met een pastisje... En je luistert naar de krekels. En men hoort op de radio dezelfde tijd toevallig dat er... een bouchon, zeggen ze in Nederland. Een verkeersopstopping is. Van 30, 40 kilometer. En je kijkt rond hier. En je ziet geen auto of geen mens. Ja, dan denk ik dat wij bij de bevoorrechten zijn. Het was goed om hem nog eens terug te zien, liever Fred de Bruyne. In de tijd...